Nou, Chantal, je hebt een mooie website, www.paardendekenwasserijreewijk.nl. Daar kunnen de mensen zien waar ze de dekens in kunnen leveren. Ja, op de site alles vinden. De wassingen die we aanbieden, de prijzen, de inzamelpunten. Ja, daar kunnen ze eigenlijk alles vinden. Dus jij biedt verschillende opties aan? Ja, dat klopt. Je kan je deken gewoon normaal laten wassen. Dit is aanbevolen voor staldekens, vliesdekens. In ieder geval alle soorten dekens zonder waterdichte functie. Alle dekens met waterdichte functie. Dan wil je natuurlijk dat die waterdichte functie behouden blijft. Dan kies je voor waterafstotend. Dit wasprogramma zorgt ervoor dat dus de waterdichte laag van jouw deken beschermd en behouden blijft. Onthoud wel, als een deken niet meer waterdicht is, gaat hij door het wasprogramma ook nooit meer worden. En tevens hebben we voor horsewear en bukasdekens ook een speciaal wasprogramma ontwikkeld. Wij gaan iets verder dan alleen maar de juiste wasmiddelen en de juiste temperaturen te gebruiken. Wij gaan verder door een speciaal wasprogramma welke wij ontwikkeld hebben. Wat op een hele milde manier er toch voor zorgt dat jouw deken super schoon wordt. Zonder de... Ja, geen agressieve reiniging, denk precies, ik. Nee, precies, inderdaad. Geen chemisch reinigen, geen hoge temperaturen. En waarom moet ik dan de deken hier brengen? Waarom zou ik hem thuis niet in de wasmachine gooien? Nou, jouw trommel thuis is over het algemeen genomen vaak max 10 kilo. Als je een beetje mazzel hebt, heb je er een met 12 kilo staan. Maar dat is nog te klein. Daar kan jouw deken niet lekker in omwentelen. Hij zit dan echt op een dot. Dat betekent dat uiteindelijk alle wasmiddelen er niet goed uit kunnen spoelen. De voering kan daardoor... op een dot raken door het draaien. En omdat hij zo dicht op elkaar zit, kan het de waterdichtheid van de deken aantasten. Ja, en jullie hebben natuurlijk al jaren ervaring en ja, ik zou zeggen de honderden, maar misschien wel duizenden dekens gaan door jullie handen heen. Ieder jaar. Ja. Hey, en nou zijn de dekens gewassen en wat gaan jullie dan doen? Nou, wij laten ze allemaal aan de lucht drogen. Dat is gewoon ook weer in het belang van de kwaliteit van de deken. We hangen ze over rekken. Afhankelijk van het weer hangen ze binnen of buiten. Hier hangen ze nu, op het moment is het niet zo heel lekker buiten. Hangen ze lekker allemaal binnen te drogen. Maar als het zonnetje schijnt, dan hangen we het uiteraard lekker buiten. Afhankelijk van de dikte van de deken proberen we ze altijd met een week weer klaar te hebben voor je. Maak je gebruik van de inzamelpunten of van onze haal- en brengservice, dan kan het 2 weken duren, simpelweg omdat het dan grote partijen zijn welke we in 1 keer af moeten handelen. Ook bieden we een spoedservice aan. Als jouw paard om welke reden ook echt niet zonder deken kan, kan je hem 's ochtends brengen en kan je hem 's avonds weer ophalen. En als mijn deken nou toch een beetje stuk is, kunnen jullie daar ook iets mee? Ja, zeker. Alle dekens die stuk zijn, kunnen we repareren. Nou, niet alles. Ga even uit van 90% van de mankementen kunnen we herstellen. Neem bijvoorbeeld scheuren in dekens. Nou, die kunnen we keurig plakken, zodat ze niet verder scheuren. Mocht je een gesp of iets dergelijks missen of stuk zijn, dan kunnen we die ook repareren. Maar jij gebruikt ook originele materialen van de merken die je tegenkomt? Ja, klopt. Ja, vooral van Bukas hebben we echt alle originele onderdelen. Horsewear werkt hier helaas niet aan mee. Maar daar kun je de Bukas onderdelen denk ik wel voor? We gebruiken inderdaad de Bukas onderdelen voor, want ja, die zijn kwalitatief nog wat sterker ook. Dus dat is alleen maar in je voordeel. Dus we kunnen eigenlijk alles aan jouw deken wel herstellen, mits het niet te gek is en dat het nog een beetje in verhouding staat tot de kwaliteit van jouw deken. Hey, nou is die deken mooi schoon. Je hebt hem ook eventueel gerepareerd als het nodig is. En wat ga je er dan mee doen? Nou, dan gaan we hem inpakken. Dan komt hij hier op de inpaktafel. Dan lopen we hem nog even na. Of er nog wat overtollige haren in zitten, die halen we er dan uit. En dan pakken we hem mooi in en dan krijgt de klant hem zo retour. Want brengen jullie hem dan weer terug naar het depot? Ja, alles wordt dan weer teruggebracht naar de servicepunten. Of naar bestemming op een manege of een pensionstal. Of hij gaat via de post weer retour. Of de klanten komen hem hier in de wasserij weer afhalen.